Hoi, ik ben Cynthia. En ik ben Erwin. En dit is Hoop, ergens. En wij zijn Straying Around. Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we het weer hebben over koffie. Je ziet het hierachter namelijk al. Dit is onze nieuwe bonenmaler. Ja, ja. 14 jaar lang hebben we met een handmolentje thuis gewerkt. Want ja, we hadden de beste spullen op de zaak. We waren het meest op de zaak. Dus dachten we, dat doet wel voldoende. Maar op een gegeven moment wil je toch echt wel iets beters. En dat denk ik dat we dat nu wel hebben, jongens. Dit is de Wilfa Zwart Uniform. Een Scandinavische bonenmaler. En ik ga er, zoals je ziet, hier achter me... koffie mee zetten met de Gabi. Dus kijken jullie mee? Wat er zo leuk is aan deze bonenmaler is dat er in het deksel, in dit dingetje, zit dus een weegschaal, jongens. Ja, ja. Kijk, je haalt hem eraf. Ik zal het jullie even laten zien. Kijk, en dan is dit dus, met een mooi schoonmaakborsteltje, is dit dus gewoon een weegschaal. Even aanzetten. Maar ook allemaal nog nieuw. Dus als het even lastig gaat, dan kijk, daar hebben we hem. En met een timer en alles erin. Dus die zet ik hier eventjes neer. En mooi bakje erin. Waarin we dus de koffie kunnen gaan doen die we willen malen. Met een mooi dekseltje. Dan terren we even de weegschaal. Want het is belangrijk natuurlijk dat die op nul staat voordat we de koffiebonen erin doen. En hij is op nul. Dan doe ik een lekker koffietje erin. Dit is een mooie Keniaanse koffie. Kijk, ik doe er ietsjes meer in, want elke bonenmaler houdt altijd een beetje koffie achter. Dus daar moeten we rekening mee houden. Dus ik wil iets van 24 gram aan koffie hebben. Dus ik doe er 25 in. Zo. Dit is 25 gram koffie. Die gooien we er bovenin. Ik ga eventjes een beetje uit beeld, maar alles draait natuurlijk om de bonenmaler. Dan schuiven we het bakje natuurlijk weer goed eronder. Hop. En dan gaan we malen, jongens. En zoals je hoort, maakt hij eigenlijk vrij weinig geheel. En ik hoop dat ik de goede maling heb, want dat is met elke bonenmaler anders. Dus dat is even uitproberen. Ja, ja, het duurt heel eventjes, maar niet zo lang als met de handmolen. Alsof hij bijna klaar is. Als het goed is, gaat hij dan vanzelf uit. En uit. En we hebben gemalen koffie, jongens. Oh, wat ruikt dat lekker. Even kijken wat we er nu uit hebben. 24,6, zelfs een beetje te veel. Dus ik had 24,6 waarschijnlijk, 0,7 zelfs. Dus ik had hij houdt eigenlijk vrij weinig achter. 24,8. Ik op je mind 2 schaal. Dus hij houdt eigenlijk maar 24,9 zelfs. Oh, hij houdt dus echt maar 0,1 gram achter. Dat is echt heel weinig. Dus ik had er eigenlijk wel gewoon 24,1 in kunnen doen. En dat had ik precies goed gehad. Dus ik ga even een klein beetje eraf pakken. Kan ik meteen even de maling bekijken. En jullie laten zien hoe gelijkmatig die dus maalt. Zetten. Kijk, echt een super mooie gelijkmatige maling. Wat dus het mooie is van deze bonenmaler is dat er dus, ik zal even een pakje gemaakt koffie opzij zetten, die weegschaal een mooi rubberen matje op zit. En op dat rubberen matje kan je dus zo heel mooi je koffiezetmethode erop zetten, waardoor je weegschaal niet beschadigt. Nou ja.
ideaal, vind ik. Ik wil altijd mijn spullen zo lang mogelijk het mooist houden. Wat ja, natuurlijk lastig is als je iets gebruikt. Dan ter ik hem weer eventjes. Gooien we de koffie erin. Nou ja, hoe het koffiezetten dus gaat, kennen jullie wel uit de vorige video. Hij zegt precies 24 gram, dus dat is top. En dan ter ik hem weer. Dan heb ik hier mijn warme water, wat ik net heb gekookt op 90 graden. Er zit er aan de linkerkant een timertje waar ik hem op zet. En die zet ik dan aan. En dan kan ik koffie gaan zetten, jongens. Ja, dit is geweldig. Zoals jullie zien. Echt een hele precieze weegschaal. Voorheen deden we het echt. Ik zal jullie even erbij pakken. Met een klein keukenweegschaaltje. Kijk. Dit is echt geweldig. Kijk, en dan doet hij de tijd en de gewicht. En dan heb ik dadelijk een heerlijk bakje koffie. Dus...